Volgende zaak dan. Een woningoverval met bewakingsbeelden in Almere. De dochter van het slachtoffer vertelt wat haar moeder overkwam. Als ze willen stelen, waarom doen ze iemand pijn? En ze heeft niks gedaan. Ze heeft niet nee gezegd, ze heeft niet tegengehouden. Waarom ga je haar pijn doen? Almere buiten. Het centrum is een levendig winkelgebied. In een appartement boven de winkels aan het Noordeinde wonen een 54-jarige Irakese vrouw en haar eveneens Irakese echtgenoot. Het is vrijdag 18 januari tegen 7:15 avonds. De vrouw is alleen thuis. Zij dacht dat ik was. Want dat is 2 minuten vlak dat ik weg was. Zij dacht dat ik iets vergeten had. Normaal gesproken doet ze de deur niet open. Had ze maar ook niet gedaan. Dan was dat allemaal niet gebeurd. Waar is de money? Waar is de money? De vrouw is doodsbang, vooral voor de man met het mes die maar blijft vragen naar het geld. Dat terwijl er echt geen geld is. Please go, please go. Als de kleinste dader zijn hand in zijn zak steekt, denkt ze dat hij een vuurwapen gaat pakken. De vuistslag komt hard aan. De vrouw voelt het bloed haar mond instromen. Met alleen een paar persoonlijke spulletjes van het echtpaar gaan de mannen er eindelijk vandoor. Zij zag er niet uit. Helemaal onder bloed, lip kapot. Ik ben van een land gekomen waar ik niet veilig voel. En dan kom ik hier om veilig te voelen en toch vind ik dat niet. Dat is wel jammer. U kunt uiteraard helpen om de mannen te vinden, want camera's van Stadstoezicht in Almere hebben de vermoedelijke daders die avond gefilmd. Kijk goed. Diezelfde vrijdagavond, 18 januari. Ondanks de kou zijn er toch wat mensen aan het winkelen op het Noordeinde in Almere buiten. Tegen 7:00 s'avonds komen vanaf de Madridweg deze twee mannen het Noordeinde opgelopen langs de flat waar de Irakese vrouw woont. En het lijkt alsof er nog een derde man bij hen is. Even later lopen ze over Dublinhof, de weg aan de achterkant van de flat. Ze lopen weer terug richting de Madridweg. Hierna zijn de mannen een tijdje uit beeld, maar iets na 7:30 komen ze het Noordeinde weer opgelopen, nu met z'n tweeën. Opvallend is het wat vreemde loopje van de man met de wat langere jas. Niet lang nadat deze beelden zijn gemaakt, overvallen twee mannen met hetzelfde signalement als de twee hier in beeld, de Irakese vrouw. Een kleine 10 minuten later, om ongeveer 7:50, zien we de vermoedelijke daders weer. Eerst de man met het opvallende loopje als hij over het Noordeinde rent in de richting van het station. Door het rennen valt zijn rare loopje extra op. Aan de achterkant van de flat zien we dan nog iemand. Het lijkt de lange man en ook hij rent in de richting van het station. Meneer Jens, goedenavond. Ja, die vrouw is door twee mannen overvallen. Toch lijkt het op die eerste beelden alsof ze met z'n drieën zijn. Ja, dat klopt. En wij denken ook dat de twee overvallers de twee mannen zijn die hier nu voorop lopen. Mm-hmm. Dat komt omdat we heel goed signalement hebben gekregen van het slachtoffer. Vandaar dat we denken dat het zo is. Die derde man, daarvan denken we wel dat hij bij die twee mannen hoort. We weten niet exact of hij ook uiteindelijk in het huis van die mevrouw is geweest. Dat denken we overigens niet. Mm-hmm. Maar goed, hij kan er wel heel goed bij horen. Het wil niet meteen zeggen dat hij ook met de overval te maken heeft. Maar we hebben wel het idee dat hij de twee in ieder geval kent. Dus ja, wij vragen getuigen, joh, als jullie iets hebben gezien van deze drie mannen 18 januari in de omgeving van het Noordeinde in Almere buiten, bel ons dan. Ja, en dat was een vrijdagavond. Laten we nog even goed naar de beelden gaan kijken. Dit is de lange man met het mes waar ze zo bang voor was. Ja, en dat is een negroïde man van ongeveer 30 jaar oud. Hij is best wel lang, 1,90 meter, heeft een sportief postuur. De man heeft kort zwart haar. Op het moment van die overval droeg hij een glimmend korte jas, waarschijnlijk gewatteerd. En hij had een donkere broek aan. En bovendien kunnen we op de beelden zien dat hij rookt. Ja, en dan die tweede dader met dat opvallende loopje. Ja, dat is een blanke of een licht getinte man.
25 tot 30 jaar oud, wel wat korter, 1,75 meter. Hij heeft een tamelijk fors postuur. Verder heeft hij kort zwart haar, maar wel met inhammen aan de voorkant. En hij had een wat langere jas aan. En kijk, het meest opvallende van hem is zijn loopje. Hij heeft best zijn linkerbeen wat zijwaarts zeg maar wegzwaait. En dat kan natuurlijk hartstikke opvallend zijn geweest. Ja. Denkt u te weten wie deze mannen zijn? Bel dan nu via de tiplijn naar de studio. En bent u die derde man en heeft u niets met de overval te maken, meld u zich dan ook. Ja, meneer Jens, die overvallers hebben direct boven bij de voordeur van die mevrouw haar flat aangebeld. Terwijl als je binnen wil komen überhaupt, je eerst beneden moet aanbellen en daar via de sluis binnen moet zien te komen. Dat klopt. En het lijkt er ook best wel op dat ze wellicht binnengelaten zijn. Dat moet dan tussen 19:30 en 20:15 zijn gebeurd. Maar het kan ook heel goed zijn dat ze gelijk met iemand anders naar binnen zijn geslopen. Nou, ook daarvan vragen we. Mensen, als jullie iets weten over dat drietal op dat moment daar, laat ons alsjeblieft weten. Zag u iets verdachts? Weet u meer of herkent u wie we hier zien lopen door Almere buiten? Help deze zaak dan op te lossen en bel direct de tiplijn 0800 60 70. U kunt ook m bellen en wilt u de beelden nog eens bekijken? Surf dan even naar onze site.